Willeke, uw voeten uit de zetel. Billy! Ma! Allee, hier, Billyke. Uw Red Bull. Dank je, tante Pascal. Ah, oh, nee, hè. Wat krijg jij? Mama. Ja, Billyke, ga ik naar het café. Krijg ik mijn power drinken? Billy! Nu vind ik toch wel dat je overdrijft. Ja, luister eens, Pascal. Billyke krijgt 1 frisdrank per dag. En dan kom jij met zo'n brol aanzetten. Oh, brol? Dat kost 1,5 euro. Ja, ik begrijp wel dat jij Billy wilt verwennen, maar ik ben wel de moeder, hè, Pascal. Ja, Doortje, maar dat begrijp ik heel goed. Maar nu moet jij toch ook wel verstaan. Billy, waar heb jij die chips vandaan? Van het café. Ha, en heb jij dat gevraagd? Ja, maar dat gaat niet, hè. Je moet dat vragen, hè. Ja, maar Pascal, dat is toch maar een zakje chips, hè. Ik zal u dat wel betalen, hoor. Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat over het principe. Kom. Ik mag hier ook niets, hè. Maar ja, manneke. Tante Pascal is een beetje overspannen, hè. Kom, we gaan ergens anders een zakje chips kopen. Dat is nog goedkoper dan in een café. Ma. Oei, oei, oei. Hier stinkt iets. Ah, ik ruik niks. Oh, is dat voor mij, ma? Hier, manneke. Ah, dank u. Mark, nee. Maar er zit veel te veel cafeïne in. Ja, beetje jij ook al. Kom jij mij hier ook een klein beetje opjagen, ja? Oeh, je bent zo zenuwachtig. Ik kan er niet meer tegen. Mijn huis is te klein voor 2 families. Heb je ruzie gehad? Maar nee, maar ik heb geen privacy meer. Oh, maar je moet je ook een beetje aanpassen, hè? Ja, en Billy, je zei dat zo'n toffe is. Je moet zo oppassen dat je niks verkeerd zegt als Doortje in de buurt is. Ja, en Billyke, als ik naar buren wil zien, dan zit dat manneke naar een kinderprogramma te kijken. Ah, de Simpsons. Mark, zet dat af. Geloof je dat ik heel graag zou hebben dat ze zouden verhuizen? Maar zeg dat dan. Ja, maar dat durf ik niet, Bieke. Paul die doet zo zijn best en Doortje die is ook heel lief met momenten. En Billy, ik kan dat niet meer aan! Ik kan dat niet meer aan! Ja, kinderen gezond brengen, dat is niks voor oude mensen, hè. Pakske chips, paprika voor ons Billyke, alstublieft. Dat is dat 50 cent Doortje. Oh, ja, ja. Wat is het? Heeft Paul u te lang wakker gehouden vannacht? Eh? Nee, Carmen. Het is Pascal. Huh? Oh, dat samenwonen, dat is toch ook niet gemakkelijk, hè? Ah, nee. Ja, dat is ook geen gemakkelijk mens, hè? Ja, ze zijn niet allemaal gelijk, ik, hè. Nee, wij willen eigenlijk verhuizen. Ah, ja? En waarom doe je dat dan niet? Ja, we durven het niet goed zeggen. Ja. Dat klinkt zo ondankbaar. Hè? Zeg, ik heb geen klein geld. Hier, zie, ons Doortje en Billyke. Ja, Doortje, ik zal niet kunnen teruggeven. Ja, ze krijgt de kassa weer niet open. Op dit knopje drukken. Oeh, die is leeg. Hoe komt dat? Hoe dat komt? Als er niks in komt, kan er ook niks uitkomen, hè? Betaal maar eens een andere keer, Doortje. Ik zal het niet vergeten. Nee. Kom, Billy. Kom. Zeg, en nu? Ik heb nog maar juist genoeg voor 2 pintjes. Pintjes. Als al uw kameraden van de ploeg hier hun boekjes zouden kopen, zou er wel geld in de la liggen. Ja. Goedendag. Allee, hier heb je dan een klantje. Ja, dat soort klanten, dat ken ik. Jij komt zeker heel mijn winkel leeghalen. Die hadden we winkel, maar toch iets, hè? Zie je dit? Ja, wat zal het dan zijn, Markske? De libel. Ja. Ah, voor ons ma. Voor Pascal? Ja. Oh, blijf daar maar bij, hè. Hoe lastig dat die is de laatste tijd. Ho, vraag dat maar aan Doortje. Allee, serieus? Ja, het is zo ernstig, hè, dat Doortje zelfs wilt gaan verhuizen. Ja. Dat is curieus. Mm-hmm. Hoeveel moet ik u? 1,80 euro. Ja. Hup. Oh, alsjeblieft. Ja, Mark. Ik heb geen wisselgeld. Oh, dat is niet erg, Carmen. Regel dat de volgende keer maar. Ik krijg dus nog 8,20 euro van u, oké? Okay? Dag, hè. Het is toch juist, hè? Ja, maar... 80? Min? Ze komt. Niet overhaast te werk gaan, hè, Doortje. Ja, maar Paul, het is zo geen leven, hè. We moeten het daar eerlijk zeggen, ja? Oh, dat ga
gaat niet gemakkelijk zijn. Oh, laat het maar aan mij over. Ja. Hè? Is er iets? Ja, Pascal, wij moeten u iets zeggen. Wel, ik moet u ook iets zeggen. Ah, ja, zeg maar. Oh, nee, jij eerst. Ja. Wel, dus... Ja, Paul, zegt jij het? Hè? Ja. Pascal, wij zijn u heel dankbaar. Ja, wij wonen hier gratis. Ja, ja, en... we zijn toch vrienden. Ja, en jij doet de was voor ons. En och, maar ja. Dat gaat gewoon mee de machine in. Oh. Ja, ja. Maar, ja, maar toch, ik wil maar zeggen dat wij u echt dankbaar zijn, hè? Ja. Doortje? Ja. Ja, Pascal, wij wonen hier echt heel graag. Ja. Hè, Paul? Ja. Hè? Maar allee, zeg, Pascal, nu eens echt iets zeggen, hè? Ik vind het heel fijn dat je hier woont. Dat brengt leven in de... Brouwerij. Ja, in de brouwerij. Jullie bel. Maar... Ah, Doortje, nog niet aan het verhuizen? Verhuizen? Ja, ik heb toch tegen Carmen gezegd dat je wilde verhuizen? Ah, maar dat zo had ik dat niet bedoeld, hè. Jij zult dat verkeerd verstaan hebben, Mark. Ah, ja, allee. Mark, zeg, wat moet Pascal nu niet van ons denken? Oh, maar die vindt dat niet erg. Die wil ook graag dat je verhuist. Maar dat heb ik zo niet gezegd. Maar alleen maar, je kunt niet meer tegen de drukte. Ja, ze is ook al een dagje ouder, hè. Ja, ja. Ja, maar dan... Jij ook. Oh ja, maar in dat geval... Oh, Pascal, jij bent een schat. Wij durfden het niet te zeggen, maar... Maar Doortje, maar ik durfde dat ook niet zeggen. Oh, kom hier. Oh, zo schoon. Kom hier, Paul. Ja. Ah, ik zie het. Jij bent nu aan het haasten om de rookheden te kunnen trakteren. Graag genoeg beginnen tijd, joh. Zaken. Man. Pascal, ik zal u eerlijk zeggen, we hebben al een appartement op het oog. Ja. Ja. Doe ze er nog eens vol voor mij. Geef mij er nog maar een vieuken. Ja, het is waar, hè. Het leven is niet alleen zaken doen. De mens moet zich af en toe eens kunnen ontspannen. Allee, zeg, wat is met u? Kom, je bent zo stil. Ja, het is ons Carmen weer. Hè. Ze is weer aan het zagen over geld. Ja, ze zei zoiets. Ze wil van de winkel af, hè. Dat is het, hè. Ze maakt verlies, zegt ze. Ja, zeg dan dat ze de boot sluit. Dat is toch simpel? Ja, en haar contract dan? Dat is maar papier. Daar kun je mijn schat mee af. Nu dat ik eraan denk. Ik moet weg, direct. Ja. Zaken, hè. Zaken, man. Hey, Paul, dat appartement. Fernand, u pint. Ja, bedankt. Ja. Dat appartement, hoe ziet het eruit? Oh, dat is schoon. Ja. Drie slaapkamers? Amai, je gaat er nogal in vliegen. Ja. Jaloers misschien. Hey, ik heb 5 slaapkamers. Ja, maar ondertussen ben ik wel mijn personeel kwijt. Wie gaat er mij hier helpen? Ah, je zult geen iemand moeten engageren, mijn gedacht. Het is part-time. Wie gaat je daarvoor vinden? Als voor part-time is, ben ik uw man, Pascal. Verstaat je? Part-time. Nee, alstublieft. Nu verstaat dat toch niet. Oh ja, wel, maar ik kan maar niet meer lachen. Dat is flauw. Dat is flauw, zegt hij. Wordt tijd dat je verhuist. Ja. Maar omdat uw man op café zit, terwijl jij in de problemen zit. En als jij verdrietig bent, ah wel, dan ben ik hier om u te troosten. Hier, zeg. Hek! Weg met die schotelvot, hè. En daarbij, ik heb uw medelijden niet nodig. En je moet niet denken dat ik failliet ben, hè. Madame Carmen, de kwestie is... Jij bent veel te goed voor zo'n simpel winkeltje. Ah ja? Zeg, met uw capaciteiten, zeg. Jij zou model kunnen worden. Ja, dat weet ik. De kleren die ik zou showen, die zouden nogal verkopen. Ook, ja, maar ik ben ook zo meer zo een model om te schilderen. Je weet wel, hè? Zo, als je wilt, ik wil wel schilderen. Zo.
Ik moet van uw penseel niet weten. En daarbij, wat kon jij hier feitelijk doen? Zee, wat zou nu zo'n edelmoedige mens als ik hier nu komen doen? U helpen natuurlijk. Oh. Madame Carmen, jij moet van dat winkeltje af. Ja, ja, jij zegt goed, ja. En al mijn boekjes hier dan. En die rekken. En mijn fotocopiemachine. En mijn toog en alles. En ik moet al mijn leveranciers nog betalen. Weet je wat een investering dat is? Dat is zeker 1500 euro. 1500 euro? En wel, madame Carmen, ik doe je een voorstel. Ik laad hier alles op. Ik rijd daar binnen de markt en ik verkoop alles voor u. Ja, en de helft van de opbrengst is voor u zeker? Madame Carmen, maar jij kent me niet. Geen cent moet ik hebben. En heel die opbrengst is voor u. Ik ben al content... Dat je mij mocht schilderen. Juist. Akkoord. Ah, wel. Dat is dan afgesproken. Ja. Maar dan wel zo. Carmenneke, als je iemand wilt engageren, dat moet je een profiel hebben. Ja, en als er hier iemand een profiel heeft, dan ben ik het toch zeker. Ja, maar we zoeken een jonge kracht. Zeg! Hallo. Mimi, my black beauty, het is balken hier, hè? Zeg, ik... Ja, was een terribele nacht, hè? Ik heb iets voor u, denk ik. Part-time serveus in de kantine van de kampioenen. Zegt u dat iets? Ah, wel, dan moet u kandidatuur stellen. Ja, maar ik ben daar de president de la jury, hè. Ik ben daar de baas. Nee, geen nachtwerk. Ja, voor nachtwerk moet je bij mij komen, hè. Ik breek nu billen bij gedacht. Billen, kikkerbillen. Nee, die worden daar niet geserveerd, madame, daar. Ik heb dan ons doorgebeld naar de gazet. Ja, denk aan mij, meneer Boma, nu dat ik geen winkel niet meer heb. Carmenneke, jij verstaat dat niet, hè. Ik ben maar de voorzitter van de jury, hè. Ik ben daar de baas niet. Hey, pas eens op, Clemenske. We gaan niet zorgen dat hier blinkt, hè. Hey. Ja, als ik u toch maar een keer kon leren om uw kaksje te doen op het dak van de kampioenen, hè. Allee. Voilà, zeg. Oei, was dat hier? Nieuwe kracht gevraagd voor halftuinwerk in klassenzaak van de kampioenen. Zeg maar als ik niet die nieuwe kracht zou worden. Hè? Ten eerste, ik word ervoor betaald. En ten tweede, ik zou zo onvriendelijk worden dat de klanten zouden weglopen. En je weet, geen klanten, geen geld. Geen geld, geen voetbal. Hè? Wat zegt u, meneer? Een pint? Dat ze zelf, hè. Wat zegt u? Dat tafeltje vuil is. Ah, we kuisen dat zelf op, hè. En dan zitten ze zo'n kwaaie nek, gelijk jij nu, en ze vertrekken. Hè? Maar oh, als me dan Pascal erbij is, dan ben ik beleefd natuurlijk. Hè? Oh ja, dan speel ik het spelletje mee. Een beetje spabruis, mevrouw? Ja. Mevrouw, moet ik een beetje eitjes onder uw kont zetten? Zo, alsjeblieft. Wat zegt u, meneer Boma? Een beetje nootjes voor bij uw merk. Alsjeblieft, meneer Boma. Oh, madame Clemence. Wat ziet u er toch schitterend uit. Kom eens hier. Zo, zeg. Kom eens hier, hè. Hé, oh, meneer Fernand. Roek, roek, roek. Want als ik u zie, dan krijg ik vleugels. Oh, oh, oh. Oh, mevrouw Clemence, u had uw zakdoekje gevallen. Wacht. Oh. Bedankt voor het zakdoekje, meneer Fernand. Ja, maar dat is een één methode, hè, Paul? Ja, je moet met je duiven klappen als je wilt dat ze in de prijzen vallen. Hè. Ja, wat kom je hier eigenlijk doen? Ik kom u vragen of we uw camionet mogen gebruiken voor onze verhuis. Geen probleem, hè. Tegen een concurrentieel prijsje. Hmm. Zeg, Paul, wat lees ik nu in de gazet? Ja. Dat ze een nieuwe kracht zoeken voor het café van de kampioenen. Ja. En het zal serieus gaan, hè. Mijn jury en al. En wie zit er allemaal in die jury? Boma, hè, natuurlijk. En Pascal, Bieken en Carmen. Jij moet je ook kandidaat stellen voor die job.
Ja, je wordt al heel goed aan het repeteren. Hier, joh. Dat verdient een pluim. Allee, Fernand, dan verwit ik je nog wanneer dat die verhuis gaat doorgaan, oké? Dag, hè. Dag, Clemenceke. Jawel. Wat zeg jij tegen onkel Paul? Jawel. Dag, onkel Paul. Hier, ze. Voilà, ze. Tournee-generaal, eerst. Hopla, hopla en hopla. Carmen, we zoeken een jonge kracht, heb ik gezegd. Trouwens, je mag blij zijn dat je in de jury mocht zitten. Kom, zet ja. Kom, hier. Mimi van Stralen, 28 jaar. Laat eens zien, laat eens zien, laat eens zien. Mimi van Stralen. Tja. 5 jaar ervaring in de horeca. Ja, die zou ik wel eens willen zien tappen, mijn gedacht. En dan hier Siska de Bruin, 21 jaar, studentenrechten. Oh, en ze moet haar studie zelf betalen. Oh. Sorry, Bernard, het is gesloten. Nee. Het is open. Madame Carmen, ik heb al een staanplaats voor de markt. Verda, we zijn hier bezig bij onze kandidaten. Dus als je wilt... Sorry, meneer Boma, maar daar komt nog een kandidatuur bij. Ah, ik zal het noteren. Wie is het? Ik. Ja. Jij bent zot zeker? Allee, dat kan niet. Ja, Fernand, jij zou daar heel goed in zijn, gelijk jij er altijd fris en proper voorkomt. Wij zoeken... Een jonge kracht, met profiel. Ja, en van het vrouwelijk geslacht heb ik gedacht. Jij mocht geen kandidaturen weigeren op basis van leeftijd, geslacht of ras. Hè. Pas op, dat staat zo in de wet. Hè. Ik ken mensen die daarvoor in een bak hebben gezeten omdat ze die wet hebben overtreden. Hè. Dus... Schrijf op, Fernand Kostermans. Nog een goede dag. Madame Carmen, we zorgen ervoor, hè. Bieke, heb jij één momentje? Jij huurt dat appartementje van mij toch aan een schappelijke prijs, hè? Vind je? Oh, u kan dat toch voor dubbel van de prijs verhuren aan een jonge architect? Ja, jij vergeet dat wij een huurcontract hebben. Dat is juist. Maar dat vervalt van het moment dat ik daar kom in wonen. Dus ik trek zo gezegd een maand bij mezelf in en dan... Verstaat je? Fernand, je bent een smeerlap. Maar die ga ik niet uithangen omdat ik een goede mens ben. Als jij, als lid van de jury, voor mij is een goed woordje in toe. Ja? Oké. Okay. Zeg, en zeg dat ook tegen uw moeder, hè? Ja, Fernand. Dat ga ik zeker doen. Amai. Het is gemakkelijk gegaan. Gewoon chantage. Die wil mij een huur verdubbelen als voilà. Ik niet voor hem stem. Oh, ik laat mijn ventje niet bedienen door een nijlpaard, hè? Oh. Luister eens, we moeten ervoor zorgen dat hij op een of andere manier niet kan meedoen met die proeven. Ja? Hè? Carmen, wanneer was ook weer dat hij met uw meubels op de markt gaat staan? Donderdag. En wanneer gaan onze proeven door? Vrijdag, hebben we gezegd. Ja. Nee. We hebben ons vergist. Het is donderdag. Ja. Ah, ja! Jij bent niet zo stom dan dat je eruit ziet. Zo, dames en heren, de kans van uw leven. Alle trouwpartijen, alle echtscheidingen... En alle aanhouderijen van alle bekende Vlamingen in de boekjes. Maar dan moet jij geen boekje kopen. Ik koop alsjeblieft voor een arme mens met 4 zieke kindjes en een terminale vrouw. Mevrouw, alsjeblieft. Man. Mark. Ja? Ik ga de prijs verminderen. Hè? En jij koopt iets. Ik? Dus, ja, maar nee. Zien kopen, dat toekopen. Verstaan je? Dus je gaat nu naar Ginder en je doet alsof dat je voorbij komt. Okay. Ah ja, oké, meneer Fernand. Ah nee, dames en heren, profiteert er van alle boekjes aan halve prijs. Eerste, de Gazette van vandaag, meneer, aan halve prijs. Alsjeblieft, meneer. Dank u, alsjeblieft. Zo, jongeman, wat kan het zijn voor u? Voor mij 1 presto. Ah, voilà, de laatste presto voor deze jongeman. Voor slechts 65 cent in plaats van 1,25 euro. Alsjeblieft, jongeman. Ja, dank u. Dank u vriendelijk. Mevrouw, hier ze. De prinses van Monaco in bad voor slechts 70 cent. Alsjeblieft. Ah, alsjeblieft, mevrouw. Dank u wel, mevrouw. Ja!
Ik heb gewonnen. Oh, maar je hebt geluk, hè? Ja. Ja, dames en heren, en we hebben hier een winnaar die ik direct ga uitbetalen. Alsjeblieft, jongeman, dat is 100 euro. Ja, maar ik heb wel 200 euro gewonnen, hè? Manneke, als je maar de helft van de prijs betaalt voor een krasbiljet, dan kun je maar ook de helft winnen. Dat verstaat je toch, hè? Ja, dat is waar. Sorry, meneer Fernand. Ja, eerlijk is eerlijk, hè? Vind je dat nu niet belachelijk? Allee, het is hier geen Koningin Elisabeth-wedstrijd, hè? We zoeken gewoon iemand om in het café te helpen. Een serveus? Goeiedag, ik ben Siska de Bruin. Ik kom voor de sollicitatie. Ah, ja. Jury, neem plaats. Bon. Jij weet zeker niet wie ik ben, hè? Nee. Ik ben Balthazar Boma, PDC van de Boma Vleesindustrie, NV. En ik ben stichter en voorzitter en manager van FC De Kampioenen. En vroeger was ik organisateur van de Miss Saucisse-verkiezing. En vaste klant van de Pussycat. Nu voorzitter van de jury. Goed. Eerste vraag. Ja, wacht, maar we zijn nog niet bezig. Ik moet eerst juffrouw Siska informateren. Ik kan u garanderen dat we eerlijk zullen zijn, hoor. En dat elke vorm van favoritiseren uitgesloten is. Aha. Als jij een vrouw ziet, kun je pollen niet thuis houden. Kom hier, balken. Oh. Is dat hier dat ik moet komen werken? Mimi, ik ken u niet. Oeh. Wat een saaie boel hier. Ik zou al direct beginnen met nieuwe draperietjes en een paar plezante neonlampjes, hè, Balken? Juffrouw van Stralen, het gaat hier voor een gewone betrekking, hè? In de horeca. Ja, Mimi, split. Uw kledij past niet bij de job, hè? Allee, beziet als ik zo'n décolleté. Ja, je moet zo niet zien, ik sta daarmee. Huh? Oh. Tante Pascal! Willy, zij er nu. Omdat jij altijd zo goed bent geweest voor ons. Oh, zeg maar, dat doet mij nu iets. Oh. Zeg maar, dat had je toch niet moeten doen, maar Billyke. Oh, voilà. Zeg, nu vraag ik mij toch af of dat we niet te rap een beslissing genomen hebben. Zou je niet beter hier blijven wonen? Oh, nee, het is beter zo, hoor, Pascal. Pas op, je bent nog niet van ons af, hè. We komen nog wel 5 minuten over de vloer, hè. Oh. Ik ga je toch allemaal missen. En zeker onze Billy. Zo'n brave jongen. Ja, yeah, de Simpsons! Ja, ik zal het wel heel rap gewoon worden. Ja. Dus ik heb 3 euro. 3 euro voor de tweede maal. Allee, niemand meer, mevrouw, voor deze bokaal, zeg. Waar dat de pillen van de Festina-ploeg nog hebben ingezeten, hè? 3 euro, derde maal, verkocht. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel. Markje, kom eens. Jij moet voor strooien man spelen. Hoe? Volgens Griek? Nee, als er niet iemand biedt, hè, dan biedt jij meer. Dan gaat hij weer meer bieden. En zo kunnen we meer verdienen, verstaat je? Nee. Nee, dat is niks. Doe maar gewoon wat ik zeg. Dus we beginnen hier met dat boekenrek en jij komt zo heel onopvallend voorbij. Hè? Ah ja. Zo, dames en heren, dat is hier het prijsvoordeel van uw leven. Een boekenrek, alsjeblieft, zeg. Hier, met inhoud. Ah nee, wie doet hier het eerste bod, hè? 1 euro. Ah, we hebben hier al 1 euro. 1 euro voor meneer. Wie weet er meer? Allee, mensen, kom, dat is geen prijs voor zo'n authentiek stuk van Expo 58, hè? We hebben 2 euro. Voor mij? Ah, dat zal dan wel zeker, hè? 3. 3 euro. 4. 4 euro. 5. 5 euro. 5 euro. Tweede maal. 6. Mark, houd u dan weg. Alsjeblieft, meneer, dat is verkocht. Sisa, dat is dan 5 euro. Dank je wel. Meneer Fernand, moet ik nu hier blijven staan of moet ik terug onopvallend langslopen? Meneer, ik ken u niet. Maar hé, vertongen Mark. Hij heeft me juist gevraagd om strooien man te spelen.
Xavier. Oh! Maar, kijk, badschuim. Ja, dat moet. Alsjeblieft, balkje. Ja, dat is slecht geserveerd. Ja, maar goed gepresenteerd. Oh, we mocht ze hebben. Het is te zien dat jij niet veel gewoon bent. Ja, wat, het oog wil ook wat mijn gedachten. Oh. Allee, kom, de volgende proef dan maar. Ja. Het afwimpelen van een dronken klant. Ja, maar... Kom. Kom hier een keer in positie staan. Zo. Ja. Nou, je schoonlijke zon. Ja, 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 ja. Bon, een dronken klant. Wie speelt een dronken klant? Merchou. Ja, ja. Die heeft ervaring. Xavier. Je komt binnen. Ja. Je zegt dat. En je begint een zaag te spannen. Ja. Actie! Het is niet gemakkelijk om te spelen. Ik zal mijn best doen. Xavier, dat is overdreven. Heb jij daarvoor al die jaren moeten oefenen? Ja. Dan heb je al eens een zatlap en dan kan hem het niet spelen. Ja. Zelfs mijn pol kan het beter dan dat, hè. Ja, allee, papa. Papa, kom binnen. Je zet zat. Allee, pol, laat maar eens zien wat dat jij kunt. Ja. Allee, pol. Mag, hè? How do you do, Lulu? Mimi. Oui, is it Mimi? Ah, oui, oui. Is mij een whisky, chérie? Hm? Dat mag niet van Balke. Wat heeft die bompa hier nou te zeggen? Hey. Ik zal nu eens iets zeggen, ze. Jij bent een knappe madame. Ja. Jij bent ook een knappe meneer. Ik heb nog nooit zo'n knappe madame gezien. Misschien dat ik dan iets van u mag drinken? Een glaasje champagne, mijn schat? Jij mag alles. Als ik met u een spelletje mag spelen. Hm? Wat zou jij zeggen als wij met ons tweeën? Met plezier. Oh, hier. Maar dan Pascal was in ergens de kamers. Ja. Oh, slet! Een geipel. Oh, je valt me tegen, hè. Heb je dan nu niet goed gespeeld? Ja, veel te goed. Naar binnen. Hier is ja. Man. Hé, hey, madame Caroline gaat blij zijn, hè. Heeft goed opgebracht. Nu gaat ze zeker voor mij stemmen, hè, Mark. Gaat jij in de politiek, meneer Fernand? Ik in de politiek, ik ben niet zot, hè. Nee, dat gaat over die verkiezing met een job in het café. Ah, maar daar zijn we te laat voor. Oh, dat? Ingangsexamens zijn vandaag. Maar vandaag? Maar dat was toch morgen? Ja, nu niet meer. Waarom wil je tegen mij niks gezegd? Ja, ik mocht dat niet. Wat te weinig schuim. Ja, maar wel veel bier voor uw geld. Alsjeblieft, mevrouw. En alsjeblieft, meneer de president. Ah, dat is een modern, vind ik mijn gedacht. Excuseer, meneer de president. Je hebt iets laten liggen. En wel, voor mij is dat 10 op 10. Ja. En wel, voor mij die. Want de mens komt op café om een beetje menselijk contact te hebben, mijn gedacht. Of denk je van die Mabie Biche? Nee, meneer de president. Maar ik ken anders wel iemand die daar geen bezwaar tegen heeft. Mimi, neemt geven over? Balken, je weet dat wij al zoveel schoon... Af! Ja. Mimi, je weet, zoiets doet je niet bij een klant. Voilà. Hij is op slag afgeleerd. Ja. Dat is natuurlijk gemakkelijk met een man. Maar wacht tot dat je een vrouw tegen hebt. Dat is iets helemaal anders. Hè? Siska, geef mij eens een dubbele porto. Siskake! Ik vertrouw mijn vent niet meer, hè. Die hier elke dag zijn pint komt drinken. Dat is zo'n hevige, hè. Oh. Allee, ik speel dat natuurlijk, hè. Dat is zo'n hevige, hè, dat ik hem niet meer vertrouw. Maar mevrouw, een man met zo'n knappe vrouw gelijk hij,
heeft absoluut geen reden om zijn gerief op een ander te zoeken. Hij zou wel zot zijn. Jij hebt met zo'n seksappeal, zo'n charme. Oh, vind je? Oh. Heb je dat gehoord, Xavier? Ja. Voilà, dat is tenminste een meisje met mensenkennis. Dus de vraag was, wat is koffie verkeerd? Steek de bordjes op. Nu! Ja. Ja, de punten zijn voor Siska. Ja. Maar balke, als jij een pussycat champagne bestelt en ik breng je koffie, dan zegt jij toch ook dat is verkeerd? Bibi, je hebt gelijk. Nee. Het is niet omdat ze een diepe décolleté heeft dat ze gelijk heeft. Ja, dat vind ik ook, ja. Afgewezen. Voilà. Jammer. Ela. Waarom ben ik te laat uitgenodigd? Zeg ik eisen dat ik een kans krijg of ik ga direct naar de Raad van State, hè? Ja, op één voorwaarde, hè? Tuurlijk, hè, madame Carmen. Hier, zie. 1500 euro en 1, 2, 3, 4 cent. Oh, dat is heel goed, Fernand. Als je het maar weet, madame Carmen. Afkuisen met uw sponske. Carmen, volgende vraag. Ja. Wat is één dagschotel? Oh, zeg, dat is nu toch te gemakkelijk. Xavier, voor u wel, ja. Omdat jij in de stil zit. De bordjes. Nu! Ja. Het juiste antwoord is van Fernand. Dank u wel, mevrouw Carmen. Volgende vraag, Pascalke. Ja. Een cliënt komt binnen en vraagt. Mevrouw de Gérant, een mazout, alstublieft. Oh, amai, dat is een chique klant, zo beleefd. Ja, Xavier, ik heb ook chique klanten. Een bordje. Goed, Bibieke. Jij ook goed. Ja, Fernand, je hebt er geen verstand van, hè? Maar zoet, dat is het ook al niet. Het was de laatste proef, hè? Ja. Carmen, je weet wat je moet doen, hè? Vies dat echt, meneer Bomen. Maar dan Pascal, denk aan de huisuur van uw dochter, hè? Bieke, wat moet je doen, hè? Ja. De jury gaat nu over tot de debileratie. Ja. Gaat het al wat beter? Ja. Ah, Bieke, ik heb van meneer Fernand een presto gekocht. Aan halve prijs. Mm-hmm. En ik heb gewonnen. Oh. 200 euro. Oh. Ja, en die andere 100? Ah, die heeft meneer Fernand. Ah ja, de helft, hè? Ja, eerlijk is eerlijk, hè, Bieke. Ja, maar, Bieke... Stil. De uitslag van de jury. En wie is het? Wel, beste vriendjes. Ja, momentje. Allee, Bieke. Fernand. Bieke. Alsjeblieft. Oh, dank u, Bieke. Die presto. Oeh. Ja, maar zeg, Bieke. Maar dat is tegen de rechten van de zaken, mensen. Hier, ze. Sorry, meneer Fernand, maar zij begrijpt dat niet, hè? Dames en heren, de uitslag. Wel, beste vrienden, dat rij beraad, lang debilereren, heeft de jury beslist de betrekking toe te kennen aan de bruine Siska. Kom, madame Mimi, we zijn hier weg. De pussycat goed, zo? Mijn gedacht. Maar wel op uw kosten. Mimi. Wacht eens. Mimi. Oh. Mimi.